De Belastingdienst is vanaf augustus in een verhoogd tempo bezig belastingplichtigen op te sporen. Marlon Simonsson, teamleider Fiscale Controle en Opsporingsdienst van de Dienst der Directe Belastingen, zegt dat het in dit geval gaat om belastingplichtigen die tussen 2017 en 2020 hun definitieve belastingen niet hebben ingediend. In deze periode hebben ruim 26.650 personen een aangifte ontvangen, maar hebben deze niet ingediend. Op de vraag van de Belastingdienst waarom zij niet aan hun verplichting voldoen, komen er verschillende redenen. Tijdens de bezoekjes thuis hebben we gemerkt dat er informatie is bij de mensen die wij niet hebben. We gaan thuis bij de mensen. Het blijkt dat een heleboel mensen overleden zijn. Een heleboel mensen zijn verhuisd. Dus die biljetten komen op die adressen. Maar die mensen zijn niet meer op die adressen. Dus die biljetten bereiken ze ook niet. Ze zijn verhuisd. Anderen zijn naar het buitenland vertrokken. En die informatie hebben we niet. Dus eigenlijk is het een tweedelig. We bereiken de mensen nu. En we geven de biljetten weer en we schonen dan ons bestand ook op. Dus dat is de bedoeling. Dus heel veel van de biljetten die niet terugkomen hebben te maken met mensen zijn niet meer op die adressen. Maar ook een deel hebben we gemerkt, zijn mensen die misschien in de tijd iets zijn begonnen, één keer wat hebben gedaan en eigenlijk zich niet ervan bewust zijn zodra je komt aanmelden bij de Belastingdienst. Dat je daar elk jaar een belastingbiljet uitgereikt gaat krijgen. Ook al werk je niet, ook al doe je niets, ook al ben je in loondienst. Maar op het moment dat je aanmeldt en je zegt, hé, ik wil wat doen, blijf je in het bestand. En pas als je jezelf weer afmeldt door een brief naar de inspecteur, dan pas kunnen we je afschrijven uit het bestand. Degenen die nog geen definitieve aangifte hebben gedaan, krijgen van de Belastingdienst de ruimte dit alsnog te doen tot en met 31 oktober. Anders volgen er sancties die bij wet zijn geregeld, zegt Simonsson. Als u dat niet doet, dan gaan we in een volgende fase, een fase van misschien aanmading of misschien we hebben dan de mogelijkheid om dan direct ook aanslagen op te leggen. En als er aanslagen worden opgelegd, Dan is het dan met 100% boete. En dat is niet zo'n een mooi ding, want dan zit u met een probleem. Hè? Ja. En als u niet reageert, als u helemaal niet reageert, kan het zich uitmonden in beslagleggingen, eigenlijk door de deurwaarder. Dus van deze plaats doe ik een beroep op de mensen die naar dit programma, nu deze nieuwsuitzending kijken, dat als u zo'n briefje thuis krijgt of zo'n briefje uitgereikt heeft, krijgt. U moet gewoon langskomen. We vangen u op. U wordt begeleid. En ook degene die misschien vanaf 2019 of 2020, u weet die moeilijke periode 2020, 2021, die COVID-periode, u heeft geen aangifte gedaan of u heeft geen aangiftebiljet thuis gehad. De wet geeft wel aan als u geen aangiftebiljet heeft ontvangen dat u het wel moet komen halen. Er zijn nu gesprekken met de Kamer van Koophandel en Fabrieken gaande om de samenwerking te intensiveren. Maar, zegt Simonsson, personen die hun bedrijf opdoeken, moeten zich toch met een brief melden bij de belastingen, zodat zij ook daar worden uitgeschreven. Overigens is de Belastingdienst bezig over te stappen op een nieuw systeem en met de automatisering van de dienst. Het doel wordt dat personen van thuis uit aan hun verplichting kunnen voldoen.